Welkom bij deze kennisclip over de relatie tussen territoria en netwerken. Ik doe dit vooral aan de hand van wat opmerkingen rond de tentamenstof. Zoals jullie zien is hier een afbeelding van de tentamenstof voor het tweede tentamen. E en F van Neil Brenner, nou, daar hebben we het vrij uitgebreid over gehad, dus dat mogen we bekend veronderstellen. Michael Keating, dat eerste artikel, dat gaat over verschillende soorten Europese regio's, eigenlijk verschillende vormen van regionalisme, hoe dat regio's gebruikt worden. Nou, Michael Keating schrijft ook best, die schrijft best wel duidelijk, dus dat is ook best wel oké, denk ik. Dat andere artikel, dat is interessant, dat gaat over regio's with regionalism, met een vraagteken. En dat is een vrij mooi artikel, wat een belangrijk onderwerp bespreekt, namelijk de relatie tussen belangengroeperingen en regio's, nieuwe regio's en oude regio's, hoe dat die op elkaar aansluit. Daarbij valt ook een interessante link te leggen naar mijn boek. Waar ik deze lecture, deze kennisclip over wil hebben, dat is het verhaal van Jessop en Brenner. Daar wil ik mee beginnen en dan wil ik een relatie leggen met het verhaal van Peter Taylor. Zo. Dit artikel dus. Dat gaan we even bekijken. Ik ga er geen samenvatting van geven. Ik ga alleen een beetje context plaatsen. Omdat jullie dit artikel, als je dat zorgvuldig leest, beter kunnen begrijpen. En hoe dat jullie dat ook met andere artikelen kunnen verbinden. Eerste auteurs. Bob Jessop, kennen jullie al. Neil Brenner ook. Hè? Die kwamen allebei vrij uitgebreid terug op de eerste colleges in dit tweede deel van het vak. Martin Jones was ik helemaal vergeten, had ik helemaal niet genoemd bij de inhoudsopgave van de studiewijzer. Terwijl Martin Jones bijvoorbeeld is een van de editors van dit vrije handboek van The Geographies of Regions and Territories. Wat een heel mooi overzicht geeft van, van het actuele denken over regio's en territoria. Ik heb daar ook een hoofdstuk in geschreven. Over regionale identiteit, maar dat gaan we het nu niet over hebben. Dus, Theorizing Social Spatial Relations. Wat is de achtergrond van dit verhaal? Staat ook een beetje in de inleiding. Het is dik 10 jaar oud. Begin deze eeuw had je in de geografie een debat. Discussies over wat nou de ruimte is. Is het nu traditioneel? Is het gewoon fysiek? Territoriaal? Misschien wel. Of is het veel moderner, veel globaler, veel relationeler, is veel meer een netwerk? Bestaat de ruimte, zijn de ruimtelijke relaties eigenlijk alleen maar netwerkrelaties? Nou, dat debat heeft een hele hoop letters opgeleverd. Ik heb een keer Michael Keating gehoord, kennen jullie ook. Die zei van, ja, ik heb me een keer in verdiept, maar eigenlijk stelt het debat helemaal niks voor. Het is me net vanuit welk perspectief je begint, hè? Netwerken, territoria, allebei belangrijk. Soms neemt het ene perspectief, soms de andere perspectief. Je moet altijd een beetje combineren. Nou, Michael Keating die kan dat soort dingen heel kort door de bocht zeggen. Bob Jessop, Neil Brenner en Martin Jones hebben er iets meer van nodig. Maar hun verhaal komt enigszins op hetzelfde neer. Met wat meer onderbouwing natuurlijk. Ik scroll hier vrolijk mee naar beneden. Naar de tabellen die altijd leuk zijn. Pasie wordt ook nog natuurlijk naar verwezen. De vier sleuteldimensies van sociaal-ruimtelijke relaties. Hè? Territoriaal, en dan gaat het over hoe dat gestructureerd wordt. Hè? Een afgrenzing, dat kennen wij, dat verhaal. Plaats, daar hebben we niet over gehad, dat gaat over nabijheid. Schaal, het gaat over hiërarchie, natuurlijk ook heel erg met territoria verbonden. En netwerk, interconnectiviteit is belangrijk. Hè? Dat zijn vier verschillende aspecten waar die niet alleen verschillende namen zijn, maar ook verschillende principles of social spatial structuration en andere relaties mee verbonden zijn. Nou, verschillen dus. En waar zich dan heel erg tegen verzetten is dat je maar naar één dimensie kijkt. Dat je alleen maar naar territorialiteit kijkt, alleen maar naar netwerken.
Al dat soort benaderingen hebben hun beperkingen. En in werkelijkheid is natuurlijk het veel complexer en heeft het met elkaar te maken. En dan komen ze met dit fantastische schema. Past net in beeld. Dat gaat ervan uit dat je dus een hele hoop verschillende vragen hebt, waarbij je dan vanuit verschillende perspectieven met andere perspectieven in contact komt. Ja, dus multi-level government, dat heeft zowel met schaal te maken als met territorialiteit. Maar schaal en netwerken, ja, dat wordt wat ingewikkelder. En plaatsen en netwerken, ja, dan heb je het over global cities. Wereldstedennetwerken, terwijl als je met territorialiteit hebt, dan gaat het meer over specifieke plekken in een bepaald territorium. En die hebben natuurlijk ook met elkaar te maken. Als je mijn boek leest, dan lees je bijvoorbeeld over Leiden, hè, als globaal netwerk, of in ieder geval een plaats in een netwerk. Maar dat heeft ook relaties met de distinct places in a given territory, lees Katwijk. Zo, dit artikel van Pieter Taylor, wat ook op de tentamenliteratuurlijst staat, wat jullie dus ook moeten leren, dat gaat over een soortgelijk onderwerp. Pieter Taylor gebruikt in dit artikel het verschil in commerciële en commercial and guardian syndromes, die Jane Jacobs ooit heeft verwoord in dit boek. Jane Jacobs, ik zal er daar ook nog iets meer over vertellen in een andere context, die is eigenlijk begonnen als een groot voorstander van relationaliteit. Hè. Jullie kennen haar waarschijnlijk als de grootste voorstander van diversiteit in grote steden. Je moet niet uniformiseren, juist die diversiteit, dat zorgt voor relaties en voor allerlei positieve effecten voor de hele maatschappij. Ze heeft daar eens wat over nagedacht en is, zeg maar, gaan knippen in allerlei artikelen, tijdschriften over hoe dat dingen nou gelegitimeerd werden. Hè? Wat nou de moraliteit achter een bepaalde besluit was. Nou, en ze heeft dat, is er eigenlijk achtergekomen dat er twee hoofdvormen van moraliteit zijn. Een van die van gebaseerd is op de guardian, hè? De beschermers. Hè? De guardians, beschermers. De andere kant de commercial, de handel, de relaties. Nou, hier in deze tabel heeft Pieter Taylor dat op zijn eigen manier geordend met sleutelwaardigheden die bij commerciële syndromen belangrijk zijn. Handelaren moeten eerlijk zijn, terwijl bewakers moeten loyaal zijn. En dan zie je nog een andere vorm, een aantal waardepatronen die daarmee te maken hebben. Hoe gaat hij daar verder mee om? Nou, in de tweede tabel maakt hij het duidelijker, of op een andere manier duidelijk, maakt hij het in tegengestelde precepts, hè, vooronderstellingen van de verschillende morele syndromen. En die zijn dus tegengesteld. Hè. Dus het commerciële systeem is anders dan het bewakerssysteem. Hè. Dus relationaliteit, netwerken, territorialiteit, die zijn verschillend. Hè. Dus één voorbeeldje. Bij relaties gaat het heel erg over contracten, dat je die handhaaft. En bij de tegenpool, bij de territoriale perspectief, is dat je hiërarchie moet respecteren. Dat zijn handelingsconcepten. Nou, wat doet Pieter Taylor er verder mee? Hij gebruikt het om verschillen tussen dat die twee syndromen, zeg maar de territoriale en de relationele benadering, om die weer te geven hoe dat die verhoudingen, die balans en hoe dat in elkaar grijpt. Hè, want dat is ook een belangrijk punt wat Jane Jacobs benadrukt, maar wat Pieter Taylor ook benadrukt. Je hebt ze altijd allebei nodig. Hè. De een kan niet zonder de ander, je kan niet zonder bescherming, zonder relaties. Je kan je niet helemaal afschermen en absoluut zekerheid hebben. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk, voor voedsel heb je natuurlijk altijd relaties nodig.
Alleen de relaties, die moeten, dat kan ook niet. Er moet altijd gereguleerd worden door iets van territorialiteit. Nou, dat staat allemaal in het artikel. En hier heeft hij dan, in dit stuk, heeft hij dan 6 verschillende, wat hij dan noemt, vignettes. Manieren hoe dat stad en territoria, want hij richt zich daar, hij haalt dat eruit voor zijn verhaal. Hoe dat die zich met elkaar samen, hoe dat die met elkaar verbonden zijn. Nou, 2 principes dus. Daar kan je ook dieper naar kijken. Een van de manieren om daarnaar te kijken is wat andere literatuur erbij te betrekken. En ik doe dit aan de hand van een boek van Haidt. Dat is een moreel psycholoog. En als je zijn verhaal leest, dan kan je, als je die territorialiteit en relationaliteit tegenover elkaar zet, dan kan je daar weer ook een aantal kenmerken mee verbinden. In deze tabel, een paper waar ik mee bezig ben, heb ik dat gedaan. Zijn basisidee is dat mensen verschillend zijn. Hè? DNA verschilt een beetje. De een is wat meer angstig voor dingen, reactive to threats. En de ander die ziet juist nieuwe dingen als een uitdaging en vindt dat prettig. Hè? Dat heeft allerlei gevolgen. Dat rolt zo'n beetje door het leven naar verschillende morele systemen. De verschillende emoties zijn ermee verbonden. Eén is meer angstig, ander is meer optimistisch. Ander is meer defensief, gaat over beschermen. Ander is meer ondernemend, ziet met allerlei nieuwe mogelijkheden. Hè? Mogelijkheden, opportunity. Terwijl de ander is meer op veiligheid gericht, op afscherming. En de ene richt zich heel erg op gemeenschap en de ander veel meer op de autonomie van meestal het individu. En als moreel systeem is dat territoriaal veel conservatief en het andere is veel liberaler. Nou, over emoties valt veel meer te vertellen. Daar heb ik nu geen tijd voor. Het past niet zo in dit systeem. Maar angst en optimisme, dat zijn zo tegengestelde emoties. Maar er zijn veel andere. Hè? Dat is een recent boek wat ik heb gelezen in het Duits. Van meneer Hubel. Die heeft het over... niet zozeer over angst, maar angst is ook wel belangrijk bij hem, maar hij benadrukt veel meer walging. Hè? Dus dat mensen niet zozeer bang zijn voor buitenlanders of bang zijn voor bepaalde besmettingen, maar walgen wat ermee te maken heeft. Hè? Dat is volgens hem een veel sterkere emotie dan angst. En dan tegenovergelegde van angst heb je dan vertrouwen, en tegenovergelegde van walging heb je dan, even goed kijken, neugier, nieuwsgierigheid. Nou, er zijn heel veel van dit soort systemen, maar in mijn optiek als politiek geograaf vind ik deze tegenstelling, territorialiteit, relationaliteit, die vind ik het meest belangrijk. Die vind je dus ook in Jane Jacobs terug en Peter Taylor. En dat past eigenlijk verrassend goed op elkaar. Hè? Hier heb je weer die tegenstellingen van Jane Jacobs, die al een beetje zijn geordend door Peter Taylor. Ik heb er wat andere normatieve waarden bij geplakt, hè? Die je links ziet staan. En dat is een zo'n goede manier, vind ik, om naar verschillende opvattingen over legitimiteit te kijken. En die opvatting over legitimiteit in dit paper, wat nog niet af is... Ik heb er binnenkort tijd voor. Werk ik het veel meer vanuit die normatieve systemen uit. Maar je kan het ook veel meer met identiteit verbinden. En meer specifiek toepassen op wat rond metropoolregels gebeurt. Hè. Dat is het onderwerp wat in een paper van mij, het laatste paper, het laatste onderdeel van de tentamenstof vermeld staat. En daar zullen we nu even naar gaan kijken. Zo, dit is het laatste artikel wat ik ga bespreken. Dat doe ik niet in deze kennisclip, maar in de volgende kennisclip. Die heet Legitimiteit, Identiteit en Metropoolregio's.